Hier hebben we al een keer gezocht en zilveren duppies gevonden. We gaan nu hier. We hebben een beetje regen gehad, het gras is weer wat groener. Kijken of we wat mooie signaaltjes krijgen. En zie je terug bij de eerste vondst. Wish me luck. Geen idee wat het is, maar het is groot en rond. Ziet er oud uit. Nederland. Ah. Zink, 25 cent uit de oorlog. En een goed leesbaar, die hebben we nog niet erg gevonden. Toffe vondst. Ja, leuk. Leuke vondst, ik zie hem straks beter terug. Nou, dit heeft geduurd. Eerst een mooi signaaltje. Midden in de kluis. In ieder geval een muntje. Denk een halve Willemscent. Gaan we even oppoetsen. Nou, dan komt weer een munt uit de grond en ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar deze kant is best leesbaar. Overijssel 1769. De andere kant is nog aangekoekt, maar ik denk dat die thuis ook nog wel mooi schoon gaat worden. Ja, mooie, scherpe, goed leesbare duit blijft altijd leuk. Op naar de volgende. Bijna gemist, maar daar is die. Weer een duitje. En ook deze gaan we even oppoetsen. Nou, een redelijk massief zwaar signaal, maar even kijken of het wat moois wordt. Ah, toch een munt. Dat had ik niet verwacht. Ik denk dat we die nog leesbaar kunnen maken. Kom zo terug. Hartstikke tevreden. Mooi groen patina. Niet helemaal mes scherp, een beetje versleten, maar nog super goed leesbaar. Willemscent, 1821. Dat moet ik dan laten zien. Deze ziet echt nog super uit. En super mooi die groene kleur. Ik probeer straks even een mooie foto te maken. Nog wat beter schoon te maken en dan zie je hem terug. Volgende vondst is een sierknopje van een kastje of deurtje. Ik kwam een knetterhard binnen, hartstikke zwaar. Thuis nog even een beetje oppoetsen. Ja, ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Niet scherp, maar halve Willemscent, 1847. Ziet er nog goed uit. Op naar de volgende. En daar komt hij. Ja, natuurlijk zat ik er weer helemaal naast. Even oppoetsen, maar nou, geen idee. Hij is aardig versleten. Ik kan er niet veel meer van maken. In ieder geval weer een muntje erbij. 1 cent, leeuwencent. En het ziet er hartstikke goed uit, maar het is nog een oude. 1878. Super mooie munt. Signaaltje. Het zit al redelijk diep en zou hier toch echt moeten zitten. Ah, rond. Puntje.
2, tekst. Oh, en die glimt aan de rand. 12 Einentalen, 1840. Jongens, het is weer zilver. Yes, yes, yes. Duitse munt. Even googelen welke dit is. Kom zo bij je terug. Yes. Ja, het is een 12e van een taler, dus 1840 uit Duitsland. Aan de andere kant zou de koning van de staat, Duitse staat, van dat deel moeten afstaan. Die is aardig aangekoekt. Dus ga hem schoonmaken, maar je ziet hem straks terug. Ik ben er blij mee. Yes. Nou, weer wat rons. Het leek echt een waardeloze dag te worden. In één keer gaat het lekker. Ik kan hier nog niks van maken. Die moet thuis schoonmaken. Een mailtje boven de golfjes. Een Duits Zeelandia. Ik kan het jaar nog niet lezen. Achterkant is aardig afgevlakt en zwart, man. Top. En nog een leeuwcent erbij. Het gaat in één keer lekker, hé. De dag begon waardeloos om het zo maar te zeggen, maar de aanhouder wint. En nog een zegelloodje. Nou, ik ga live dikje. Moet in het gat zitten. En een munt. Dubbel gevallen, dat is weer jammer. Even kijken. Ah, lijkt nog wel wat op te staan. Schildje met kroontje, maar misschien gelder. Ja, ik moet hem nog oppoetsen thuis. Andere kant is slecht leesbaar, maar hij gaat lekker. Een muntje. Hoop. Kom terug. Heel erg aangekoetst. Ik denk de halve Willemscent of gewoon een cent. Echt geen idee. Ja, de muntjes blijven komen. Denk een Willemscent of toch een Duits. Denk een Duits.